Nou, ik ben Antoinette van Deurzen van den Heuvel. Ik kom oorspronkelijk uit Aardewissel. In de Franciscushof in Lieshout werd donderdag de tweede bijeenkomst gehouden voor de deelnemers van de KBO schrijfgroep. Twee leden van de schrijfgroep hadden een opdracht gekregen en die taken hebben ze uitgevoerd. Eén lid had labeltjes van de theezakjes verzameld en daarover moest ze een verhaal schrijven in ongeveer 15 minuten. De tweede persoon had een bijzondere opdracht. Je moest je droom beschrijven gezien vanuit een ander persoon. Er kwamen daardoor hilarische verhalen voor de dag. Heel laat naar huis. En dan zullen ze wel zien dat je niet...